De jaarlijkse politiecijfers van het vorige jaar zijn vandaag bekendgemaakt. Dit werd gedaan door burgemeester Heidema en teamchef Gert Telman van de politie. Minder woninginbraken, daar ben ik wel heel blij mee. Dat is wel het zwaarste delict wat eigenlijk in dit gebied meestal speelt. En als je dat bijna weet te halveren, hebben we het heel goed gedaan. Nou, daarnaast minder geweld, ook daar ben ik heel blij om. En een aantal dingen waar ik minder tevreden over ben, nog veel te veel fietsendieven die hier bezig zijn in deze stad. De politie is de laatste jaren actiever bezig met hun beleid en de aanpak is steeds effectiever. Dan wijd ik aan de nationale politie. We doen veel meer samen in die grote informatiehuishouding. Dus ik weet op het moment dat er mensen bezig zijn van andere staden die hier inbreken. Maar dan gaan die andere gebieden nu ook echt mee aan de slag. En vervolgens komen ze niet meer, dus dat helpt al. Samenwerken met gemeenten en partijen, dat gaat hier heel goed. Maar ik heb hier ook wel een heel goed team staan die dat proces goed kent. Wat er s'nachts achteraan jaagt, waar we s'nachts op straat zijn met gerichte opdrachten, omdat we weten wie meestal wel bezig is. En zo proberen we steeds minder woninginbraken te bereiken. En we hebben de grootste dieven die op het moment rondlopen in Deventer, of die in Deventer wonen, hebben we vastzitten en dat helpt enorm. De nieuwe lijn die is ingezet is effectief. Dit jaar gaat de politie nog meer inzetten op kleine criminaliteit, waaronder fietsendiefstal. En dat gaat op een nieuwe, speciale manier. Daar hebben we geavanceerde middelen voor, daar zetten we steeds meer op in. Wat dat precies is, dat verklap ik u niet. Dat gebruiken we gewoon, dus we zetten in. En we zetten een digitaal opkopersregister in. Dus mensen moeten registreren de nummers van de fietsen, maar dan moeten de opkopers ook. En dan kunnen wij heel snel zien wat daar opduikt. Dus we proberen met de samenstel van maatregelen daar toch te verminderen, omdat dat echt een overlast is. Fietsen zijn duur en er zijn ook e-bikes bij en daar heb je het soms al over duizenden euro's.